We zijn erg gelukkig op deze wonderschone dag een dergelijke mooie plaats gevonden te hebben waar wij dank uit kunnen brengen aan de enorme werkzaamheden, enorme werklust van zoveel mensen in het stichtingsbestuur, maar ook zoveel anderen daarbuiten. Ik moet u zeggen dat we deze plaats speciaal hebben uitgezocht omdat het een prachtig rustpunt is. Prachtige rustplaats, een mooie plaats in Elst. En ik moet zeggen dat het inderdaad een begin is, ook van bezinning. Een plaats van rust om eens na te denken over alle festiviteiten, over alle organisatorische problemen die we achter de rug hebben.
behoeft nauwelijks vermelding dat het een snikhete dag was. De 9e juni 1976, toen men in het overbetuwse Elst massaal feest vierde. Was er niet een afschrift van een afschrift van een akte ontdekt uit het jaar 726, waarbij Karel Martel goederen in de Betuwe, waaronder de Villa Elista, aan de kerk van Utrecht schonk? Het zuiverste bewijs dat Elst minstens 1250 jaar oud is. Dus de vlag uit en feest vieren. De aanleiding voor dit feest is, zoals u alle weet, dacht ik al, maar ik wil het graag nog een keer zeggen, 1250 jaar bestaan van deze gemeente. Er is namelijk een akte gevonden in Zülpich en die vermeldt het jaar 726, waarbij goederen uit Elst, Elista heette dat toen, geschonken zijn aan het aartsbisdom Utrecht. En die akte levert voor ons het onomstotelijke bewijs dat we in ieder geval 1250 jaar bestaan, maar het is al veel ouder, Elst. 1250 jaar is een zee van tijd, 1250 jaar is een eeuwigheid. Het is de bedoeling, dames en heren, 1250 jaar, dat gaat niet maar zo even. En daar spreek je ook niet maar zo even uit. Daar doe je ook natuurlijk geen 1250 jaar over om het uit te spreken. 1250 jaar. Is een zee van tijd, 1250 jaar is een eeuwigheid. Dames en heren, dat moet die worden. Ik denk dat het een hele drukke dag gaat worden. Ik verwacht vandaag duizenden, zo niet tienduizenden mensen. Misschien worden het er wel 50.000. Het zou best kunnen. Heertsema, dames en heren, ik heet u graag vanaf deze plaats allemaal van harte welkom. Het doet ons een groot genoegen dat zoveel hier bijeen hebben willen komen
om de 11e verjaardag persoonlijk mee te vieren en daaraan luister bij te zetten. In woord van bijzonder welkom. Het was zonder meer een drukke dag voor de burgemeester van Elst, de heer baron van Heuvel tot Westervlier. Bijgestaan door zijn echtgenote mocht hij de eerste speciaal geslagen herinneringspenning omhangen bij de vrouw van de commissaris van de koningin in Gelderland, die zelf noden verstek liet gaan, mevrouw Geertsma. Ik hoop dat u hem lang zult mogen dragen en dan weten wij zeker ook dat u ook steeds bij ons in gedachten bent. Ja, meneer de voorzitter. Ja, dat is voor de petten. En nou even naar mevrouw Volman. Mevrouw Volman, u dankt wij natuurlijk niet alleen u, maar ook alle andere dames die zich hebben ingezet. Maar ik kan niet alle dames een penning overhandigen. En ik dacht dat het op zijn plaats was om dat wel de voorzitter van de stichting zijn vrouw te doen. Ik ben niet zo handig in het dichtmaken. Poes, kun je even voor me helpen? Ja. Kussen, wat was je aan u over gedaan en ik hoop dat u bedankt. Ja, ik hoop dat u bedankt. Ja, wat is dat? Dit is zo dat erbij hoort. Nee, nou moet ik even kijken. Spierings. Meneer Spierings. En de bevelhebbers van de land- en luchtstrijdkrachten hier Elst op verjaardag.
persoonlijk mee te vieren en daaraan luister bij te zetten. Dat ziet u hier tegenover, voor sommigen weer achter u, iets onder een doek. Ik verklap u in geen geheim met de mededeling dat daar de dorpspomp onder staat. Protocol. Ter gelegenheid van de aanbieding van de dorpspomp door de carnavalsvereniging De Batsers aan de gemeente Elst. Och, gij geachte gemeentenaren, kijk toch eens naar deze mensenscharen. Smacht hun blik niet naar helder vocht, symbolisch voor de last die op uw schouders drukt. Maar deze last wenst u gaarne te torsen om voor het eerst met dit pompwater te mogen morsen. Mogen ons, manneke wat, blijven staan tot in de lengte van dagen. Dat is het enige wat alle watsers van u willen vragen. En dan was u voorzitter van de Elfstaan 15, Harry Polman. Elst kreeg bij deze gelegenheid, geheel in stijl, ook weer een dorpspomp tegenover het gemeentehuis. Geschenk van de carnavalsvereniging, van nature dorstige lieden. De eerste druppels waren natuurlijk voor de burgemeester. Op dat plein vol met mensen, dat plein daar in de zon, daar wil ik zijn. Op dat plein van de wereld, waar liefde woont, ja daar wil ik zijn. In alle straten loop ik mensen naar het plein. Niemand blijft in huis, want ieder wil hier zijn. Ook jij en ik. Worden op dat plein bewaard, op het feest dat ons tezamen heeft gebracht. Hoe lang zit u er al? Nou, maar een paar uur, 14 uur denk ik. En hoe lang gaat u er zitten? Dat kun je nooit vertellen. Je moet toch af en toe wel eens wat? Wanneer er geen volk is dan, hè? En hoe dan? Ja, moet eens een keer komen kijken, kun je het zien. Kun je het even voordoen? Ja, kijk wel uit. Rosita speciaal verzoek van Rensselboom. Als je last hebt, heb ik mijn kruis geleerd. Dan ga je even zo zitten. Dan kan je achterwerk aan even rusten.
Meneer de minister, een hapje Elst smaken? Ja, heerlijk. Geweldig. Enorm leuk. U hebt het druk met regeren. Wat betekent het voor u om dit feest van Elst mee te beleven? Om eens een hele dag niet te regeren. Dit is een van de dagen dat ik niet regeer. En wat mij betreft mogen er meer volgen als we afgetreden zijn. Er zijn vaak mensen die denken dat zij die in fluweel zijn gezeten elke dag van gouden borden eten. Maar dat is niet het geval, hè? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Misschien is dat vroeger zo geweest, maar dat is al jaren over. Zo niet eeuwen. Die nood wacht ons allemaal meer voor elkaar. Tweekracht is voortaan voltooid verleden tijd. Dit is het laatste, Polman, die heeft deze teksten geschreven van het spel wat vanmorgen gespeeld is. Bijzonder goed. Het kwam redelijk over, hè? Nee, ja, bijzonder goed, werkelijk waar. Erg tevreden mee, erg tevreden mee. Zeg maar, hebt u zelf al een maaltijd gehad? Nee, ik ga nu proberen iets te verstoken. Daar is een aparte stand. Die staat daar, dat is een uitdeerpunt voor u onder andere. Is daar een extra visje bij of zo? Ik denk het niet, want wij willen dat iedereen hetzelfde krijgt vandaag. Nog de minister, nog wie dan ook, heeft iets apart gehad. Van de minister ziet het lekkerder uit dan van u. Ik heb alleen maar kale reis, maar ik ga proberen de rest ook te verschrijven. Ja. Bij de aanvang van de herdenkingsbijeenkomst in de Nederlandse Hervormde Kerk had zich ook de minister van Binnenlandse Zaken, professor de Guy Fortman, bij het gezelschap aangesloten. Een tikje informeel, maar toch nog net op tijd, kon ook hij
van de Elster penning worden voorzien. Ach, één pieterpeuterig steentje. Eén pieterpeuterig steentje. Dat is geen pieterpeuterig steentje. Ach, dan is het hem. U staat mij wel toe. Dat ik in het vervolg van mijn korte toespraakje mij richt tot ons burgemeester. En in hem tot u allen. Jaar is een zee van tijd, 1250 jaar is een eeuwigheid. Met grote voldoening, met grote dankbaarheid heb ik dat boek in ontvangst genomen. Gij eregasten, hier aanwezig in grote getalen, gij moogt met ons een les uit de geschiedenis herhalen. Ik ben een goede katholiek, want ik ga trouw ter kerke. En dat geldt voor mij en mijn hele gezin. Ik neem als echte protestant in vrezen voor de Heere. Dies irae, dies ira, lijk civiel en daarmee leer. En dat geldt voor mij en mijn hele gezin. Onze pastoor krijgt steeds in vette hutspot na het slachten, zodat ik na mijn dood beslist de hemel mag verwachten. En dat geldt ook voor mijn hele familie. En dominee heeft over mijn omgeving geen klachten, zodat ik na mijn dood beslist de hemel mag verwachten, vooral na het Vaticaans Concilie. Vroeger had ik slechts contact met katholieke kringen. Want protestanten waren voor ons toen net als vreemdelingen. Mijn vader zei altijd, blijf die uit de buurt. Étranger, vous avez pénétré dans les temples du soleil. Pourquoi? Als overblijfsel van het vroegere rijke Romeinse leven is nog dat stukje eigen weg zijn aan zijn kerk gebleven. Dat rechtbank zij ook vandaag nog in stand. Wij hadden RK-bonden, RK-scholen, RK-zaken, RK-verenigingen om RK te vermaken. Thank you.
één aan de spelen, jongens. Ja. Eén dan. Ja? Nou, hieraan bezig in grote getalen. Gij moogt met ons een les uit de geschiedenis herhalen. Laat ons naar 726 wederkeren en Elst en zijn historie de revue laten passeren. In 726, volgens de kronieken, begon de dageraad van Elst nog pril en vaag te krieken. Lidwin! Ja? Haal me even. En die knop is niet weg. Harry Gijsberts, de wagenmanner vandaag? Ja. Tenminste, we zullen het proberen. Zeg, zou je elke dag zo Romeins uitgedost willen lopen? Nou, ik vind het wel leuk. Het is een beetje onhandig zo. Mevrouw moet er iedere morgen dan maar helpen. Helpen aankleden, maar is niet zo erg. Welke paarden gaan er vanmiddag voor de wagen? Nou, er wordt eerst gereden met twee spannen, later een vier spannen. Heb je daar veel voor moeten oefenen eigenlijk? Nou, we zijn zo vanaf februari, januari, februari zijn we mee bezig. Dit is min of meer zo'n vader, zo'n zoon, hè? In de geest, ja. Kent u namen? Ja, het is. Ederoos is Jacqueline. Van deze paard is onze gewone bekende namen dan, hè? Ja, Romeinse namen hebben ze niet gekregen. Ja, weet je, nooit bijgebracht. Zeg, hoe is dat rijden met zo'n karretje? Hartstikke fijn. Vooruit! Maar u hebt dat inmiddels begrepen. Er was op deze dag in Elst een groep mannen aan wie al die oer-Hollandse feestelijkheden min of meer voorbij gingen.
Tot hen behoren Arie Gijsberts en zijn vader. Een familie die jaren geleden het boeren eraan gegeven heeft om in de hippische recreatie hun brood te verdienen. En vandaag zijn ze Romeinen, Tuscus en Victor, onderweg naar de renbaan om zich daar te meten in de grootste Romeinse wagenrennen. Een voorbeeldig georganiseerd evenement, opgeluisterd door de aanwezigheid van keizer Quirinus Maximus himself. Binnenkomst van de mededingers. Eerste partuur Albata, wit, gereden door de befaamde Caligula. Toegejuicht door alles wat voor wit gekozen heeft. En daar is dan onze jonge kandidaat Tuscus, die in het krijt treedt voor de factiones Rosata, de rode partij. Hij wordt gevolgd door een geduchte concurrent onder de kleur blauw, Veneta, de ervaren senior Victor. Een man voor wie geen zee te hoog gaat, door en door betreven in alle trucs en slimme gedichtjes. De eerste treffer gaat tussen Tuscus met rood en de partij groen, gereden door Incitatus. Schrik in de arena. Tuscus maakt bijna een fatale manoeuvre, maar hij krijgt zijn tweespan toch weer goed in de hand. Nog één ronde. De twee ronden zijn voorbij. Het is duidelijk, Tuscus wint van kop. Een uitstekende rennen. Finale van het spektakel. Tuscus met rood moet het opnemen tegen de handige Victor met blauw. De man die de tweede ren in zijn voordeel wist te beslissen. In de pop aan het dansen. Ongeoorloofd hinderen zonder meer. Het is niet voor het eerst dat Victor op zo'n manier een tegenstander probeert te elimineren. Maar dit is toch wel een erg duidelijke provocatie. Het is duidelijk dat deze wedstrijd voor de jonge Tuscus voorbij is. Ik kon het niet helemaal van op zo'n grote afstand bekijken, maar ik kreeg de indruk dat daar onreglementair gehinderd werd. Ja, Victor als eerste over de lijn. Maar... Het enige wat Tuscus kan doen is een beroep op zijn keizerlijke majesteit, maar daar moet je lef voor hebben. Hij doet het. Dit is een staaltje overmoed dat nog maar zelden gezien is. Als dat maar goed afloopt. Ja, dames en heren, dat wat ik dacht gebeurt. Tuscus gaat aan de keizer vragen voor een revanche. Volgens Tuscus is er onreglementair gespeeld. Ja, rustig mensen. Denk op het decorum.
Ons imago mag verknoeid worden als mijne. De keizer heeft een revanche toegestaan, als ik het goed begrijp. Ja, klopt dat? Dames en heren, we krijgen een revanche van de finale. Hij moet eventjes... Ach, mensen, mensen. Inmiddels daar is er op het middenveld van alles aan de hand. Licht ontvlambare aanhangers van de rode en de blauwe factiones. Dat zijn duidelijk jonge lui. Ze zijn daar met elkaar slaags geraakt. Ach ja, er is voor mij eigenlijk niks nieuws onder de zon. En daar is Victor dan terug voor de revanche die de keizer goedgunstig heeft toegestaan. Maar wat is er nou weer aan de hand? Opnieuw een van die slinkse streken van Victor. Hoe is het mogelijk? Hij heeft die enkele ogenblikken van afwachten benut om razendsnel van zijn tweespan een vierspan te maken en zodoende de strijd eigenlijk al bij voorbaat in zijn voordeel te beslissen. Hier dreigt een wel zeer ongelijke strijd. Wat een drama voor de jonge Tuskus. Hij zal opnieuw een besluit moeten nemen. En hij loopt opnieuw het grote risico het ongenoegen van deze keizer op te wekken. Ja, inderdaad, Tuskus doet het enige mogelijke. En tegelijk het meest riskante, hij weigert te starten. Tuskus. Tuskus, wees de slimste. Spanner, als ze hebben niks er nog twee bij. Dan hebben we weer de zaken op gelijke sterkte. En dan zullen we zien wie de beste is. Het heeft even geduurd, het geduld is wel even op de proef gesteld, maar daar is hij dan, de allerstartende Tuskus. Met eveneens een vierspan voor zijn wagentje. Dat belooft een adembenemende finale. De beide concurrenten naderen de startstreep, nu... Het teken van de keizer van Rome voor de grote apotheose van deze wagenrennen in 1250 jaar Elst. Hoe zal dit aflopen? Dit keer met Tuskus voorop. Hij probeert de pas af te snijden voor Victor. Thank you.
Sint-Henricus kon men Roomse marsmuziek gaan blazen. We staan hier te midden van de braderie met de voorzitter van de braderiecomité. Ja, ja, gaat dat goed? Ja. De heer Buurman. Dat loopt, ja. Meneer Buurman, ik dacht dat ik met u mocht concluderen dat we hier met een geweldig succes te maken hebben. Enorm succes is het geweest, is het nog. En we hopen vanavond om 10 uur af te sluiten. En dat iedereen, wat eigenlijk nou al blijkt, zeer tevreden is over de braderie. Ja. We willen dus die braderie zien met een geweldig succes, maar dat komt natuurlijk omdat de braderie een onderdeel is van het totale gebeuren van de 1250, die dus de pers, radio en televisie een geweldige communicatie met het hele land heeft gehad. Ja, ja. Dus u zegt ook inderdaad dat het vanwege bijvoorbeeld die AVRO-uitzending, dat er een enorm aantal mensen hierop afgekomen is. Ja, zeer zeker. Dat is een van de belangrijkste dingen. De radio en televisie Els is dat. Dat is ook de materie tegen de genijden. Laat het van niets komt op Babendruk. Jaapie, hou je mond. Jij was een jongetje die naar je moest ging, toch? Was jij dat? Moet je horen wat er gebeurt. Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de vloer en gaf het aan me. En terwijl ze haar handen afdroogde door een schort, las ze wat erop stond. Misschien is er geen moeder. Dat was het. En terwijl hij vol verwachtingen zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef: 1250 jaar is een zee van tijd. 1250 jaar is een eeuwigheid. Dames. 1250 jaar, dat gaat niet maar zo even. En dat spreek je ook niet maar zo even uit. En in navolging van datgene wat er nu dus vanavond en de vorige avonden gebeurd is. Bent u ooit nog eens een keer van plan om te zien of dat u nog eens een keer zoiets kunt organiseren? Wij zijn zeer zeker van plan om nog een keer zoiets te organiseren, maar vermoedelijk niet over een jaar, omdat je nou een herinnering overhoudt die volgend jaar niet te realiseren is. Ja, ja. Even kap.
Ik denk dat ze in jou een foutje hebben gemaakt. Ja. Kan ik ook zien? Hij dacht voor het erger wordt. Alex, is lekker of niet? Buitengewoon. Buitengewoon, ja? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja? Echt. Ja. Hoe vind je dat nou wel lekker smaken? Weet je dat ze vroeger in die tijd hadden ze die worst helemaal in die broodjes? Wat denk jij ervan? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Is dat te combineren zo? Je toch ook wel worst gehad hebben vroeger? Ja, die hadden ze wel, als waren wij er niet geweest. Nou, ik denk dat ze hier een foutje hebben gemaakt. Zaten we wel in de rats gisteravond, dat kun je begrijpen, hè? Maar ja, toen zagen we die stickers van Westervoort. En toen hebben we opgebeld en zeiden we, ja, kijk eens aan. Een geintje is goed, hè, maar we moeten niet zonder armen of zoiets terugkrijgen. Nee, maar we moesten hem wel zelf terughalen. Ze konden hem niet brengen. Ze hebben gezegd, nou in ieder geval voor de optocht morgenmiddag zullen wij zorgen dat hij weer terug is. En daar geen geintjes mee. Weet je wel? Serieuze zaak. Voel je? De belanghebbende partijen in deze waren Els, die zijn beeld kwijt is,
Gwerdes hoofd die in het bezit was van het beeld. Alle drie de plaatsen hebben een Sint-Werenfridus-parochie. Wij vonden dat met zo'n schutspatroon je geen ruzie kon hebben. Wij hebben dus gezegd, wees welkom van harte op ons grondgebied in Westervoort. Daar kan de overdracht plaatsvinden. Wij zullen gastvrijheid verlenen. Ik zou dus nu aan Wevers Hoop willen vragen wat het antwoord is op het verzoek van Elst. Wat doet Wevers Hoop verzoeken? Bestuur van Elst. En natuurlijk op de allereerste plaats. Ik zou het bijna vergeten, maar ja, we zijn zo vroeg onderweg geweest vanmorgen. Natuurlijk op de eerste plaats, Westervoort. Dank dat we een plek hebben gevonden waar we een oud geschiedkundig zeer uit de wereld kunnen helpen. Als eerste voorwaarde willen we hebben, afgevaardigde van Elst, het is bij ons een schapenland dat we een ram willen hebben. En dat ram, dat zal geplengd worden met whisky. En de minste eis is 6 lessen. Zie je de batterij? U stelt 6 flessen whisky. Wij bieden u aan 3 water. Meer, werkelijk meer dan uw eis. Daarnaast de schapenram die u klinkt. Zie je, daar ligt de schapenram. Kan Els bevestigen dat dit een echte beeld is? Els bevestigt dat dit een echte beeld is. Mag ik dan nu beschouwen als dat de veter gesloten is en dat ieder in het bezit is van datgene wat hij verlangde? Dank jij. Pak van mijn hand. Dominee. Gewoon het bodem zetten. Bodem zetten en vasthouden. Van die kant. Dat is hier al. Ja. Afdrijven met die handel. Wim, heb je geen pilsje bij je? Nee. Nee, maar moeilijk woord. Vraag hem maar aan weer een vriendjes. Jullie hebben er al. Pakken en wegwezen. Nou, zitten. Meneer Jans, u bent een gelukkig mens nu? Uiteraard. Toen we mij vroegen of ik een idee had om weer een Vriendes terug te halen naar Elst, heb ik gemeend om de historie centraal te moeten stellen. En dat wil zeggen dat wij dus als Elstenaren aan de Westervoorders een godsoordeel zouden vragen om weer een Vriendes weer stroomopwaarts naar de overzijde te brengen. Dit is dan gelukt. We zijn dus nu hier aan de overzijde van de Rijn terechtgekomen. En de bedoeling is nu dat hij dus met een ossenkar, zoals de historie wil, via de oude stroomdraad van de Bemmelseweg terugkeert naar Elst, waarmee hij dus in de historische optocht deel zal nemen, zodat iedereen in Elst kan zien dat Werenfridus nu, na vele eeuwen, weer teruggekeerd is in Elst.
sterk. Ook jij en ik hoorden op dat plein de
Ik groet u, alle gasten samen.